felle strijd tussen alle Nederlandse topclubs. 5 talenten. Kom op, boys. 3 afstanden. En 1 winnaar. Dit is Latjetrap. En vandaag zijn we bij... Hey mannen, opkleden zou ik zeggen. Sokken goed, veters vast. Geef je schoenen anders nog even een kus. He, doe dat maar. He, juist, goed zo. Nou, stel je even voor. Younes, middenveld. Noah, spits. Justus, middenveld. Mike, rechtsbuiten. Fik, rechtsachter. Elke speler probeert een lat te raken vanaf 3 afstanden. Vanaf de penaltystip krijg je 1 punt. De 16 meter, 3 punten. En deze plek is 5 punten waard. Elke afstand heeft 1 gouden bal. En die is dubbele punten waard. Noah, jij neemt de bal van 11 meter. Fik, jij neemt de bal van 16 meter. En Justice, jij neemt de bal van 20 meter. Boys, ik heb nog één verrassing voor jullie. Kijk maar mee. Hey, Dirk Owels hier. Ik heb begrepen dat jullie mee gaan doen aan de latjetrapcompetitie van Zepsport. Superleuk. Wij als spelersgroep wensen jullie heel veel succes. En we hebben alle vertrouwen erin dat jullie het goed gaan doen. Zijn we klaar voor, boys? Ja! Wat gaan we doen? Winnen! Kom op, boys! Oké, lopen dan! Boys! Kom op, boys! Terwijl de mannen wachten tot ze het veld op mogen, doen wij even een quizvraag. Wat is de naam van het stadion van Sparta? Is dat A, de tempel, B, het paleis of C, het kasteel? Oh, kijk nou, de mascotte van Sparta, de Sparta-Piet. Komt de jongens nog even aanmoedigen. Nou, jongens, als dat niet helpt, hè... Ja, rustig aan met hem. Nou, geef me een goede knuffel. Ja, Rood Wit is ons bloed en onze harde kern staat achter ons. Dus alles komt goed. Zo is het maar net, Fik. De mannen gaan het veld op. Heb je zin in, Mike? Ik heb er super veel zin in. We gaan knallen en ik ga gewoon die lat raken. Oké, top. Justice mag beginnen. Meneer de stadionspeaker, meneer, ga even weg. Hij moet zich concentreren. Ja, interview. Oh, jij ook nog. Nou, aan de kant nu, aan de kant. Juist, nou, concentreer je. Justin schiet, maar er zit te weinig kracht in het schot. Geen goed begin. Mike, kies voor een ouderwetse pegel. En oh ja hoor, die zit er volop. Kijk eens, lekker. Wat een poeier, kijk eens, baf. Op de lat, zeg. Heerlijk. Ja hoor. Fik, leg de bal neer. Leunt wel erg naar achteren. En oeh, huis er hoog over. Daar moet je op letten. Younes, niet te veel naar achteren leunen dus. Dan blijft de bal laag. Komt-ie. Binnenkant voet. Oeh, net eroverheen. Jammer hoor, goed geschoten. Ik dacht ik had een gouden bal, ik moet deze raken, mijn eerste. Dan zit ik gelijk in de flow. Hou die flow vast, Noah. Daar gaat hij. En? Ja, die zit erop. Wat een lekker schot zeg. Heel goed gedaan. Ja, hoorde ik iedereen achter me juichen. Toen dacht ik yes. De Sparta-Piet is tevreden. De 16 meter, concentratie. En je zult nu harder moeten schieten, let op. Justus voor zijn tweede schot. En? Nee. Zacht. Jammer. Maak dan. En? Nou, dat scheelt weinig. Ja, er moeten nu wel punten gaan vallen. Younes neemt een iets langere aanloop. En? Oeh, het scheelt centimeters. Noah. Kijk eens wat een zelfvertrouwen. En? Ah, hij zit er steeds dichtbij, hoor. En toen de tweede bal, ik dacht... Dat was mijn gouden bal. Ik was het laatst. Ik leg hem neer. Ik denk, deze moet nu echt raken. Tuurlijk. Gaat jou lukken, Fik. Kom op. Concentratie. Daar ga je. En... Ah, man, jammer. We hebben 3 punten. Maar dit is de ronde waarin de meeste punten gescoord kunnen worden. 25 precies zijn. Maar dan moeten we allemaal raak zijn, hè? Mike, kom op, jongen. Jij dan. Ah, te hoog. Nu gaan de zenuwen toch wel een rol spelen. Younes. Probeer goed in te ademen en uit te ademen. Younes zat er net al heel dichtbij. Hij neemt een aanloop en... Wow! Die bal dan zo boem op
de lat 5 punten erbij. Kijk, die lat is trillen lekker hoor. Dit gaat de goede kant op. Jongens, kom op. De Sparta-Piet wordt even hier tactisch genegeerd. Maar dat is concentratie. Fik, volledig gefixeerd op de lat. Laag, jammer. Noah. Oeh, met een soort lopje. Ah, die komt net te kort. Ja. Als ik deze raak, dan staan we misschien wel bovenaan. Ja, want deze bal is 10 punten waard. Wat gaat hij doen? Hij raakt hem lekker en... Oh, nee, hij draait net weg voor de lat. Ja, wat scheelt het? En nu krijgt de Sparta-Piet wel zijn verdiende high five. Nog even een feestje vieren met het publiek. En jongens, hoe blij zijn we? Ja, Sparta neemt de koppositie over van FC Twente en staat met 8 punten nu bovenaan. Volgende week gaan we naar Fortuna Sittard.